De Job in Biddinghuizen. En al doet is afgelast door het Oranje Fonds. Jullie gaan toch door. Kun je uitleggen waarom? Nou, puur om het feit omdat wij met z'n allen eigenlijk gewoon willen samenwerken. Omdat de eerste keet, zeg maar, de jongeren, die deden het altijd samen, maar die zijn helaas weg. En wij dachten, laten we met een andere groep nou stimuleren dat hun ook meehelpen. Zodat we de generaties gewoon door kunnen brengen. En wij vinden het heel belangrijk, zeg maar, ook al is NL Doet afgelast vanwege corona. Wij willen wel gewoon laten zien dat we alsnog kunnen teamworken. Nou, omdat je zo ziet, het moest gedaan worden. En we willen natuurlijk nu de JOP, gewoon de keet, willen we zo mooi mogelijk houden. En het moest een keer gebeuren en vandaag was de datum, dus dan gaan we met z'n allen ook. En ook is het corona, we willen gewoon keihard door omdat het toch gedaan moet worden. Nou, staat Job in Biddinghuizen niet bij iedereen er goed voor. Ja. En nu plaatsen jullie je toch helemaal buiten de maatschappij. Is dat goed voor het imago? Nou, weet je, kijk, het belangrijkste eigenlijk is dat die keet gewoon afgemaakt wordt. Want... Het belangrijkste is toch dat het coronavirus niet verspreid wordt? Ja, dat sowieso, maar we letten wel heel goed op. We hebben ook regels, zeg maar, dat we met handschoenen werken. We geven elkaar geen hand, dat soort dingen. Dus we vermijden heel veel. Ja, ik vind het eigenlijk, het wordt een beetje te erg gemaakt door de media. En ja, zoals je ziet, iedereen staat er gewoon. En ja, we gaan gewoon door. Ken je de uitspraak better safe than sorry? Ja, ik weet niet hoe ik zo goed daarop moet antwoorden. Nou ja, weet je, we houden het gewoon positief. Kijk, je kan wel, net als wat mensen gaan doen, gaan hamsteren, maar dat schiet ook niks op. Kijk, wij willen gewoon door en we weten dat het een risico heeft. Maar wij zijn gewoon lekker buiten. En we negeren even op dit moment even het corona, maar we houden er rekening mee. Het moet natuurlijk wel oppassen, want ja, er is wel advies gegeven, natuurlijk geen handjes geven bijvoorbeeld, goed je handen wassen. Maar ja, gewoon keihard werken en dan komen we thuis, douchen we even en dan is het weer gedaan. Maar we houden wel rekening met het virus, zeg maar, dus we hebben de maatregelen genomen. En we vinden het hartstikke belangrijk dat die keten wel even doorgaat, want dit moet gewoon af.